Er is een brand op de kavel. Er is een brand op de kavel. Hey Mili, kijk eens. Woe. Hola amigos, welkom bij een nieuwe game vier op Aldus Games. En vandaag gaan we weer de Sims 3 studententijd doen. Ik vind dit zo leuk om te doen, hè jongens. En jullie vinden het ook hartstikke leuk. Dus het is echt weer een lekkere win-win situatie. We vinden het allebei hartstikke leuk om te doen. Dus, te kijken jullie dan en ik te doen. Dus dat komt helemaal goed. Jongens, doe alvast een lekkere dikke duim omhoog voor de Sims. En dan gaan we nu weer lekker verder. Ten eerste, we gaan eerst eventjes checken bij Miligrub. Die zit hier, hier zo. Nog steeds in de kamer. Ze heeft het heel erg naar haar zin. Misschien heeft ze wel vet honger. I don't really care. Jullie zeiden allemaal dat we planten... Ja, nee, je moet naar de wc. Doe het maar lekker in je broek, Millie. Kijk, jongens, ze moet naar de wc. Leuk voor haar. Oké, weet je wat we moeten doen? Jullie zeiden allemaal massaal van... Zet er bloemen neer voor de brand. Dus wat doen wij? Wij gaan hier zoveel planten neerzetten. Daar doen we even een cheat voor. Zo. En dan wordt het echt letterlijk een mooi bloemenparadijs. Echt letterlijk. Doen we mooi zo. Mooi bloemetje zo erin. Mooi bloemetje hiernaast. Kijk eens. Dan zet er een mooi eentje zo neer. En dan gaan we een mooi, lekker, ik weet niet, een mooi partijtje van maken, jongens. Lekker met veel bloemetjes. Hebben we nog mooie bloemen? Kijk eens. Dit is echt de kers op de taart, die een hoor. Oké, ik vind hem fancy. Doen we nog... wacht. Die kunnen daar gewoon staan. Oh, dat wist ik niet. Kunnen deze... Oh, die kunnen ook daar op staan. Ik doe nog eentje even onder het bed. Vind ik wel even leuk. Oké. Hey, Millie. Succes met je vuur. Succes, oké. Jongens. Op dit moment hebben we nog 3 uurtjes de tijd om wat te gaan doen. Voordat we naar onze les moeten. Dus, wat gaan we blijkbaar doen? Ik heb niks aangeraakt of zo. We gaan blijkbaar... Ze wordt helemaal gek. Hoorde je dat? Oké, maar blijkbaar gaan we biljarten. Ik heb dat niet aangegeven dat we gaan biljarten. Maar hey, hij vindt dat we gaan biljarten, oké? Nou, oké, dan zal het wel. Hey jongens, proost. Als je even drinken hebt, proost. Lekker colaatje. Mm-mm. Work it. Doe het nou in je broek. Oké, zullen we haar gewoon een wc geven anders? Nee, hè? Nee, oké. Ze gaat ook niet daar gewoon liggen op bed of zo. Kijk, als ik in zo'n kamer zat, hè? Weet je wat ik zou doen? Oh, we gaan nu naar de les. Oké, nou nice. Ja, zij gaat de les missen. Maar wat ik zou doen, hè, als ik in zo'n kamertje zou zitten, zou ik ten eerste dat vuur uitblazen. Of op een manier dat vuur uit... Ja, weet ik niet. En dan gewoon lekker gaan chillen op de bed. Of dan maar uit het raam springen. Of gewoon uit het raam schreeuwen van... Hallo, kan iemand me helpen? Oké, waar gaan we heen? We gaan naar de les. Onze eerste les, jongens. Kijk ons rennen dan. Kijk ons sportief doen. Helaas kunnen we... zij is al naar de les geweest, zo te zien. Ze heeft heel erg honger. Maar we kunnen helaas niet in de les bekijken. Dus we kunnen niet iets doen voor de les. Maar we kunnen wel hier bijvoorbeeld hard werken of met de professor slijmen. Rustig aandoen. Nou, we gaan gewoon geen gelummel. Je bent hier om te leren. Wij gaan dat natuurlijk doen, want wij zijn er wel goed bezig. Onze plezier gaat daardoor wel omlaag. Maar dat geeft niet. Dat is lekker hoog. Dus dat geeft helemaal niks. Dan gaan we even een beetje rondkijken. Hier zo. Wat is hier aan de hand? Wat is dit? Wat is dit voor een ding? Actie uitvoeren met een grote breinsmeltmodule. Wat voor een eng ding is dit dan, jongens? Ik snap het niet. Het zal wel. Oké. We gaan eventjes wachten. Gaan we even lekker de tijd even sneller zetten. Wat zit hij nou te doen? Zie je dat? Hij zit hier lekker, letterlijk voor de deur even... Even de gamen. Oh nee. Iemand heeft de rol verspreid dat James Callister in het openbaar over zichzelf heeft geplast. Heb ik dat gedaan? Dat heb ik niet gedaan. Wat stond er dan nog meer? Wie heeft het lef om zoiets te doen? Maar ik heb dat niet gedaan. Ik heb niet in het... Ik heb niet geplast. Jeetje, oké. Nou, wij gaan gewoon hard werken. I don't care. We gaan ook niet slapen in de les. Daar zijn we niet voor. We zijn hier voor de freaking kunstwetenschappen. Fuck iedereen die ermee is. Oké. Dat broertje krijg je ervan. Wat zeg ik nou weer? Oké, we gaan ondertussen even terug naar Millie-grup. Hoe is het met Millie? Hallo, dame. Oh, ze heeft net letterlijk in de broek geplast. En ze stinkt. Gadverdamme, want de groene walm zit om haar heen. Nee, maar letterlijk. Ze was hier net aan het dweilen. En dan heeft ze geplast. Ik weet niet hoe ze aan die dweil komt. Die tover ze natuurlijk gewoon even uit de broekzak. Zo van, hoi, ik heb het wel en ik ga even dweilen. Oh, yeah. Oké. How is it going hier? Hoe laat is het? Het is 6:30. We zitten tot heel laat op school trouwens. Gadverdamme, jongens. Bah. Oké. Ja, nee, is goed.
Oké, okay, we blijven nog even zo. We zijn bijna klaar met de les. En dan gaan we direct weer terug naar huis. En dan gaan we ons eerst even lekker. Lekker even naar de wc. Even lekker chillen. En dan even lekker eten. Dan ga ik wel eten opdienen, want niemand doet het anders. Vuile, vuile vieze Rickards. Oké, okay. Zo. Waar is die? Oh, hij staat hier. Nou, je hebt wel in je broek geplast, blijkbaar. Niet in de les, maar blijkbaar heb je dat ergens gedaan, James. Maar ik weet niet waar James dat heeft gedaan. Het zal wel, weet je. Ik weet niet. Of hebben we dat wel gedaan? Ik weet het niet meer. We hebben toch nergens in ons broek geplast? Nee. Nee, ik meen het. Hé, hey, Millie. Wil je ook wel lekker eten? Oké, okay, we zijn thuis. We gaan eerst even lekker naar de wc hier. Hops, oké, gebruiken. Ik weet niet of het de dames-wc is of zo, hoor. Oh, jawel, dat is de dames-wc. Dat zie je misschien aan het, aan de kleur van het... Ja, van, hoe heet het nou? Van het, van de muur. Weet je wel? Dus dan gaan we maar toch maar eventjes hier naar de wc, hoor. Heel netjes. Kijk hem gaan dan. Oké. Wat is dit? Hij heeft honger en eerste les. James heeft zojuist zijn eerste les van het... Jeetje, jongens, doen ze vervelend. Van het semester gehad. James was een beetje zenuwachtig, maar is nu gekalmeerd en klaar voor meer. Nou, kijk eens aan. Oh nee, word ik nou gebeld? Want iemand wordt gebeld hier. Maar ik word niet gebeld. Oké. Jongens, weet je wat we gaan doen? We gaan letterlijk voor iedereen diner opdienen. Pasta carbonara. Oh, jam. Oh, damn. Als zij dat gaat doen, hè? Hey, jullie zeiden ook heel veel dat we haar moeten gaan daten. Maar eigenlijk, ze heeft wel een crop top. Ze heeft wel een crop top. En niet dat omdat Bo crop tops draagt dat ik dan deze kies omdat ik iets met Bo heb of zo. Nee, dat de fuck. Wat zeg ik nou even geks? Walging, smerige dingen en luchtjes. Oh, dat is die pannenkoeken natuurlijk. Huishouden aan tafel roepen. Dan gaan we natuurlijk dat eten. Oké, kan zij dat even niet opruimen of zo? Kunnen we dat ook niet zeggen van... dat zij het even kan gewoon opruimen. Ze laat die worstjes hier ook gewoon liggen. Zo van, yo, je zoekt het maar uit. Dit is een hint, Roy. Maak vegetarische worstjes voor me, alsjeblieft. Bitch. Oké, zij hè? Omdat zij die worstjes hier neer heeft gezet... Moet zij ook in die kamer, vind ik. Weet ik niet. Hoe is het nou met haar? Het vuurtje, ik weet niet hoe het komt hoor, maar hij is nog steeds niet. Kan ze niet het vuur verharder zetten of zo? Ja, ik kan dat niet. Zit ze nou te bellen? Serieus? Oké, bel ze dan. Het zal wel. Ja, ze heeft wel naar de zin dan. Oké, super. Dan is het helemaal goed. Dan, ik hoop dat ze binnenkort dat ding open gaat. Of nou ja, de open gaat. Ik bedoel, gewoon dat het vuurtje lekker hard aangaat, weet je wel. Lekker gezellig. Lekker chill. Lekker even een warm vuurtje. Bonfire. Boom, de boom, boom. Oké. Wij maken pasta carbonara. Het lijkt ook een beetje op pasta carbonara. Kijk eens aan. Zout en peper. He knows what he is doing. Ik hoop dat hij hem niet aanbrandt. Want het laatste proces bij pasta carbonara is echt altijd... Echt, je kan hem verpesten. Letterlijk. Hij doet er een ui in. Zag je dat? Some onions. I like it. Is hij klaar? Oké, ik ben nu heel benieuwd, weet je. Lijkt het erop? Nee. Oké. Oh, smaakt het normaal? Oké. Het lijkt er wel een beetje op, alleen het is heel erg... Nou, ik weet niet. Huishouden aan tafel roepen. Millie Grub, eten! Oh, je kan er niet uit. Jammer dan. Jammer dan. Oké, hij stinkt. Zag je dat? Er kwam een hele walm achter hem aan. Wat een viezerik. Hij stinkt, Tiberius Willard. Was je zo zenuwachtig voor de les of zo? Hey, ik zei pak een bord allemaal. Wat staat hij nou weer te doen? Bord pakken, je kan al eten hoor. Hier, eet. Nee, eet gewoon. Eet en twerk. Kunnen we even iets leuks doen of zo bij hem? Oké, wacht. Jongens, we mogen haar niet. Dus weet je wat we doen? Make naked. Oh nee, kijk nou wat het doet. Ho, oeps. Oké, die had ik nog niet geprobeerd. Zit ze nou te walgen? Hoorde ik dat nou precies? Oké, we gaan weer wat doen bij haar. Nee. We mogen haar niet. Zij heeft die worstjes daar neergezet. Make punch shelf. Oh, wat doet ze nou weer? Wat doet ze? Oké, ik wil dat gewoon eten, oké? Oké, heb ik het nu verpest? Pas carbonara eten. Er is een brand op de kavel. Er is een brand op de kavel. Hey, Millie, kijk eens. Woe. I like it. Hey, dit is leuk. Kijk eens. Dag, Millie. Doei, Millie. Nee, we kunnen daar niet naar binnen. We kunnen daar niet naar binnen. Hey. Nee, we... Nee.
Ik ga die trap letterlijk weghalen hoor. Ik wil gewoon eten. Oké, mijn geluid hè, van de Sims zit zo hard door dat vuur. Jeetje. Ik wil gewoon letterlijk dit gaan eten. Ja, ik kan er niet heen. Maar wat doen ze vervelend? Ga hier even heen. Loop hier even heen. Of kan dat niet? Is mijn Sims gebukt? Oké, dat kan dus wel. Oké. Zullen we even uitgaan, jongens? Terwijl het huis afbrandt. Oh, oh. Zorg, gaat helemaal door tot alles. Ik wil gewoon dat zij doodgaat, oké? Hier, de eerste bloemen gaan ook in de fik. Ah. Ah. Ja, je kan er niet heen. Niemand kan erheen. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan maar slapen. Ik vind dat we moeten gaan slapen. Kunnen we dat doen? Oh, die zat letterlijk bij de bed. Zo van, oké, we mogen niet bewegen. Oh nee, kan ik niet slapen. Dude, kan ik niet slapen? Oké, dan mag. Weet je wat we dan doen? Dan doen we... Oh, ik kan letterlijk niks doen. Oké. Dit gaat goed, jongens. Er staat ook niemand bij er. Zo van, ik ga er helpen. Oké, zullen we maar een deur erbij plaatsen? Dit was heel slecht voor het huis, weet je wel. Oké, wacht. We kunnen letterlijk helemaal niks doen. Oké, wacht. We gaan heel snel verspoelen en dan gaan we kijken totdat ze doodgaat. Dit is... jongens, pakken we wat lekker drinken bij en zie hoe Millie Grub doodgaat. Hey, hey. Oeh. Jongens, kijk hoe groot de brand. Heerlijk dit. Oh nee, er gaan vuurtjes uit. Nee. Nee. Nee, niks relaties. We hebben het hier over een vuur, ja? Nee, serieus. Het moet hier komen. Ga weg berichten. Hallo. Millie Grub. Energie. Ik ben freaking moe. Zie je dat? En heel honger. Oké. Maar het gaat hier niet verder in de fik. Wat is dit nou weer voor stront? Dit is wel heel slecht. Oké, weet je wat we even gaan doen? We staan hier nog buiten. Letterlijk nog steeds. Zo van, we kunnen niks. Omdat die deur er niet zit. Maar we kunnen dus ook niet slapen. Dus we staan hier. Letterlijk. Hele tijd. En ik wil hier niet buiten slapen. Gadver, nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon naar mijn bed, maar dat kan dus niet. Oké, dan moeten we... Nou, het vuur is al bijna voorbij. Dit is echt jammer, weet je. Millie Grub is niet dood. Nou. Dit vind ik nou eens jammer. Dit vind ik nou echt jammer. Weet je wat jij mag doen? Crackneck. Wat zijn nou weer? Ik weet niet hoe... Oké, there she goes. There she goes. En ze is een geest. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Normaal deed ze zo. En dan was ze dood. Magere Hein is er. Ja, Magere Hein, je kan er niet heen, maar de deur zit er niet. Kaching, kaching. Oh man. En wij gaan ondertussen, terwijl Magere Hein hier is en iemand doodgaat, gaan we even pasta carbonara eten. Ik vind het een hele goeie. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het hartstikke goed. We gaan even lekker eten. Lekker ons buikje vol eten. Hoppakee, zo. En dan gaan we lekker slapen. En dan zien we het morgen wel weer. Hey Millie, doei. Ik hoop dat je het een leuke tijd hebt gehad. Waar ligt de graf? Waar ligt de grafsteen? Is dit het? Oh, dat is Millie Grub. Wacht, we kunnen het grafschrift graveren. Hier ligt Millie Grub. Voor altijd in onze harten. Millie Grub. Je was me er eentje, zeg. Zeg, de mazzel. Nou, iets aardigs zeggen over wijlen Millie Grub. Nou, ik heb wat aardigs gezegd. Ah, je was me er eentje. Oef. Oké, okay. Holy moly, we hebben echt heel aardig gedaan trouwens. Oh, oké. Okay. Nou, zitten ze nou met te janken om Millie Grub? Jullie kenden het nog net een dag. Jeetje, jongens. Rustig aan, iemand heeft hier lekker geplast. Zeker die, hoe heet die nou? Anouk Yimoun of zo. Wat een viezerik, hè? Wat wilt hij nou? Slapen? Waarom doet hij dan het bed dicht? Wat is dit nou weer van geks? Oké. Tot uitgerust is 6 uur. Jee. Het is al 6:30 nu. Hoe laat hebben we les? Over 6 uur. Dude, we hebben echt dom gedaan. Die brand moet echt niet komen, want nu kunnen we... Nu hebben we vet weinig, hoe heet het? Hoe lang we kunnen slapen? Shit. Disney night. Dus dan moeten we in de les gaan slapen. Dat wil ik ook niet hoor.
Nee, serieus. Oké, okay, mijn milligroep is dood. Niet op de manier hoe ik het wilde, door de brand. Maar we moesten het gewoon eventjes zeg maar met die mod doen wat ik had geïnstalleerd. Dat haar nek had gebroken ofzo. Oké, okay, het was een beetje een faal. En opeens, als ik het opneem, dan doen ze die acties amper. Ik had het een keertje getest. Bijvoorbeeld crack neck ofzo. Wat milligroep dus deed. En het werkte gewoon. Die sim deed echt letterlijk zo. En toen ging die gelijk op de grond liggen. Echt geweldig. Oké, okay, even serieus. Wat gebeurt hier? We hebben zoveel met elkaar gemeen. Ik zou het doorgaan wat beter leren kennen. Wie de hel is zij? Ze zit letterlijk hier. Ze zit hier. Dudes. Dudes, hoe kan dit? Even serieus. Ze zit hier en ze ziet ons gewoon slapen. En dan zegt ze, we hebben zoveel met elkaar gemeen. Dit klopt toch niet, jongens? Hoe kan dat nou? Even serieus. Oh my goodness. Echt raar. Oké. Okay. Jongens, jullie mogen kiezen wie wij binnenkort moeten gaan vermoorden. Klinkt heel gezellig, maar we moeten uiteindelijk gaan we wel mensen vermoorden natuurlijk. Dus, wordt het Anoushka Hogerhuis? Wordt het Gary Clyde? Nee, dat is een beetje een vriend van ons. Deze stinker die nu helemaal stinkt. Asala Karam? Of wordt het Tiberius Walk? Willard die ook stinkt? Of wordt het... Waar is Anuki Moon? Waar is Anuki? Anuki! Koek, koek. Oh, hier ligt Tiffany Angels. Maar waar is Anuki Moon? Oh, hier is Anuki Moon. Ik weet heel die naam al in mijn kop. Hier is Anuki Moon. Dus wie moet er aan vermoorden, jongens? Laat het maar lekker weten. En dan zie ik dat wel verschijnen. Wacht! Ik weet al waarom we dat bericht kregen. Want ze woont hier nu, omdat Millie Grub dood is. Dus we krijgen elke keer weer nieuwe mensen. Ik vind het gezellig. Hey jongens, ik wil jullie bekijken voor het kijken voor deze aflevering bij de Sims 3 Studententijd. Als je het leuk vond, doe dan een duim omhoog als je het leuk vond. En dan als je het niet leuk vond, doe het anders eens. En dan gaan we de volgende keer weer naar een les. Gaan we weer iemand leuk vermoorden op een leuke manier. Mag je ook lekker laten weten ofzo. En dan zoeken we dat wel weer lekker uit. Jongens, bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer bij de Sims 3 Studententijd. Bye bye.